Zoals het gisteren ook gebeurde met die schaatsers. Hè? Wat een feest weer gisteravond, hè? Toch? Ik heb me alleen maar zitten ergeren. Oh. Aan? Nou, dan heb je de hele avond heb je die... Henry Schut. ADHD'er uit Zwolle. Die van... Wennemars. Zulke mooie sport. Zo genoten. Word ik helemaal gek van. Dat is vermoeiend. Maar dan, blij. Ja, blij. Maar dan heb je vanaf studio sport tot studio voetbal... word je opgezadeld met die B-sport, hè? Al die gasten die strakke pakken. En dan Henry Schut, die staat erbij of dat het fantastisch is, hè? Henry, ja. Wat is er? Henry Schut. Heet hij niet Henry? Nou ja, Henry. Ja, maar ik dacht dat jij Harry zei. Maar het is Henry of Henry. Ja, ik zei Henry. Oh, Henry. Oké, ja. Maar dan ben je geen fan. Hij komt van de Veluwe, dan heet je toch Henry? Oh ja, dan heet je Henry, ja. Nou ja, maar die is dan de hele avond op de buis met die B-sport. En dan die lange gozer... Die wint dat marathonschaatsen, was best spannend. En dat deed hij perfect, die jongen. En dan wil dus Henry Schut live bij die Sjoerd gaan zitten zeiken van... Je neemt zeker nog wel even mee het Wilhelmus, hè? Dan denk ik, oh, daar gaan we weer. De koning van in Spanje ben ik van duister bloed. Fuck het Wilhelmus. Heb ik al 3 keer gehoord. Weet je, dat moet dan de 4e keer ook nog. Ja. Maar die Schut, die heeft... 4 uur om uit te zenden. En die Sjoerd heeft 50 minuten. En die wil die Schut ook nog dat Wilhelmus eraf halen. Ja. Ik denk, kom op zeg. Ja. Nou, gelukkig was de zittende regisseur zo bij de hand... om te zeggen van, huppakee met dat Wilhelmus. Maar dat Wilhelmus wordt gewoon 12 keer in zo'n weekend uitgezonden. Ja, maar dat is een hoogtepuntje. Het blijft toch echt... Je ziet het toch niet aankomen dat die Nederlandse schaatsers prijzen winnen daar. Dat is altijd weer een verrassing. Ja, ja. Echt, wat dat betreft... Het is vaak eerder een verrassing als ze niet winnen, maar dat gebeurt nu nou. Die ene jongen, heb je die nog gezien? Die Canadees, die 10 kilometer. Ja, iedereen, genoten. Maar iedereen van slag gelijk, hè? Is hier aan de hand. Ja, daar waren ze helemaal van het padje. Weg kwijt, ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Nou, ik kan er niet de hele avond naar kijken. En dat circus rond die Shinky Knecht. Shinky? Oh ja. Die heet wel Shinky, toch? Shinky heet die. Shinky. Shinky Knecht, ja. Ja, maar ja, toch, ja, voor hetzelfde geld had hij niet meer geschaatst met die houtkap. Nee, dat was heel treurig. Ja. Maar er wordt veel te veel publiciteit aan gegeven, joh. Terwijl RKC ook speelt, toch hij toch niet... Die kijkcijfers die zijn niet normaal, hè? Die blijven gewoon heel hoog. Ja. Ja. 700.000-800.000 mensen zitten gewoon... Nou, dat zegt naar dat? Naar dat schaatsen. Maar met die kijkcijfers van die talkshow stort helemaal in, hè? Dat is 700.000. Begon allemaal op 1 miljoen allebei. Maar, Jawel, maar het was natuurlijk ook nieuwsgierigheid. Hè? Want ik heb ook iedere avond zitten kijken naar de duo's. En het valt me niet eens tegen. Maar wat mij stoort... kijk, ik ga er alleen nog heen als ik wat muziek moet promoten. Ja. Maar als ik zo'n tafel zie s'avonds... dan zie ik al die koppen daar weer zitten. En ze doen die tafels helemaal vol nu, hè? Je wordt nog 2 seconden, kun je wat zeggen. En dan denk ik, oh, daar zitten weer die klootzakken. Maar dat zeggen ze ook voor mij dat ik er zit. Tuurlijk, Er zit die kutsnor weer, weet je wel? Dus ik ga er gewoon niet meer heen. Nee. En je komt ook niet meer aan het woord, want er zitten zo vol. Het is concurrentiestrijd. En dan zit je toch bij Jinek nog het beste. Maar je bent nog niet bij Op1 geweest? Nee, maar ik heb ook niet de indruk dat ze me vragen. Ik werd vanochtend wel gebeld door WNL of ik zondagochtend wilde komen. Ja, bij wie ik zeg, ik woon in Groningen, dan moet ik om 5 uur de wekker zetten om 6 minuten beroemd te zijn. Ja. Ik zeg, dat denk je toch zelf niet? Dat heb je ja gezegd. Nee, natuurlijk niet. Ik ga dan niet op zondagochtend naar Amsterdam rijden. Nee, maar bij Op1 hebben ze zo'n grote tafel. Als je zit te kijken, weet je vaak niet wie aan de andere kant van de tafel zit. Dus ja, echt, dat hoef je niet te weten. Daar zit Peter R. de Vries. Oh ja, natuurlijk. Ja. Dat is een zekerheidje. Ja. Maar die kan ook net bij Jinek zitten die avond. Ja. Dan ben je, en dan weet je het even niet meer. Wat is die man druk, hè? Hoe houdt hij vol? Ja, waanzinnig. Nou ja, maar het is de slimste. Wij gaan er allemaal heen. We krijgen geen stuiver. Nee. We moeten zelfs onder benzine betalen. En Peter, die ik moest laatst levert iedere avond levert hij gewoon een rekening in, hè? Ja. Wat pakt hij? Ik geloof €1.500 per keer. Ja, dan kun je zo in zo'n week even aftikken. Ja, dan is hij al bij Boulevard geweest en bij Show News. Ja, Max. Ja. Nou, 3 keer 1.500, dat is toch lekker verdiend. Zo. We hebben een app!